de vluchtelingenstroom begint op gang te komen. U weet, ze komen ook naar Nederland toe. Dan weet ik dat er een moment komt dat je daar iets mee gaat doen. Ja, dat betekent dat je niet achterover gaat leunen en afwachten. En waar resulteerde dat in? Dat heeft bij ons geresulteerd in eerste instantie in de crisisopvang, de crisisnoodopvang, zoals het met een mooi woord heet. En dat betekent dat mensen die eigenlijk net Nederland zijn binnengekomen, dat je die voor een periode, en dat was 3 keer 24 uur, en wij hebben er 6 keer 24 uur van gemaakt, een opvanglocatie geeft. Een dak boven hun hoofd, een bed en eten. Ja. En hoe is dat proces verlopen? Op een gegeven moment is bekend geworden, er is op veel plekken behoefte. Ja. Wanneer is dat bericht bij in Monogram binnengekomen, of in Waterland, moet ik zeggen? Ja, de eerste berichten zijn natuurlijk al eerder binnengekomen. We hebben gezien dat de staatssecretaris burgemeesters opriep om te helpen, om de nood eigenlijk op te gaan lossen. En dan kun je zeggen van, nou ja, we laten het over aan de grote gemeentes. Mm-hmm. En vervolgens hebben wij ook hier de handen ineengeslagen. En dat had ook te maken met een motie die er al lag in onze gemeenteraad. Waarbij de raad opriep, kom op gemeente, geef aan welke mogelijkheden hebben wij om iets te doen voor onze vluchtelingen. En de gemeente bedoelde dan de bevolking of bedoelden ze de gemeente, de ambtenaren? Daar bedoelden ze het college, de bestuurders mee. Pak door, kom met oplossingen, geef ons aan wat wij kunnen doen als gemeenteraad of als gemeente. En betrek daar ook je... Ja, nou, dan gaat het door, hè? Nee, dat betekent ook dat je de schouders eronder gaat zetten. Noodopvang is in eerste instantie iets wat je eigenlijk helemaal ook zonder vrijwilligers zou kunnen doen. Ja. En tegelijkertijd is bij ons wel gebleken dat zonder vrijwilligers ben je nergens. We hebben dus eigenlijk, toen die motie er lag, hebben wij ook mensen gevraagd van waar denkt u aan? Waar ziet u mogelijkheden? Want dit was crisisnoodopvang. Maar er zijn vele andere soorten van opvang en die lopen tot aan een asielzoekerscentrum aan toe. Ja. En dan kun je zeggen, nou ja, dat past niet. Onze gemeente heeft gezegd, we willen het heel breed onderzoeken. En we gaan wel kijken wat mogelijkheden zijn. Want ook in kleine gemeentes zie je dat er AZC's ontstaan. Dus het is helemaal niet zo dat echt iets is van grote gemeentes. Dat kan ook. En tegelijkertijd zijn wij met een groep van de raad ook in gesprek geraakt over mogelijkheden. We hebben burgers gevraagd, kom met ideeën. We hebben onze ondernemers gevraagd om met ideeën te komen. Daar is massaal op gereageerd, moet ik zeggen. Dat gaat vaak dus vanuit gemeentelijke gebouwen tot aan locaties die mensen zelf hebben. Tot aan burgers die zeggen, ze mogen ook wel bij mij in huis. En dat vind ik ook heel warm. Dus wij zijn nog steeds aan het inventariseren. Dus crisisnoodopvang was zeg maar één stap. Ja. En dat is eigenlijk niet een langdurige opvangsituatie. Dat is echt om de acute nood even te helpen lenigen. Ja. Kan zo'n crisisopvang, kan die niet verlengd worden? Dat kan. Het was eigenlijk 3 keer 24 uur. Wij hebben hem verlengd naar 6 keer 24 uur. En er zijn gemeentes die doen dat 9 keer. Ik hoor ook gemeentes nadenken over samenwerken aan toch wat meer stabiele basis voor die crisisopvang. Ja. Maar dat betekent ook dat alles op je gemeentelijke organisatie afkomt. En dat heeft ook voor de gemeentelijke personeel, zeg maar, heeft het een enorme werkdruk opgeleverd. Dus je moet ook afwegen van, is dit het meest verstandige om op te lossen? Ja, want krijgt u als gemeente ook een vergoeding eigenlijk voor het opvangen? Ja, dat was €40 per persoon per dag. Dat is bij lange na niet genoeg gebleken. Inmiddels is het zo dat er een onderhandelingsakkoord is tussen de VNG en het Rijk. En daar is het bedrag opgeplust naar €100 per persoon per dag. En dan is het nog steeds de vraag of je daarmee al je uren, want ik zei net ook ambtelijke uren, kun je die meetellen of niet? En je hebt natuurlijk de kosten van de opvanglocatie, je hebt de kosten van het eten, van de bewaking, de wifi, noem het maar op. Er zijn heel veel kosten. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over vrijwilligersuren die je eigenlijk gewoon krijgt. Hè? Ja. Heeft u ook veel zelf moeten aanschaffen aan materialen? Nee. De bedden worden geleverd. Wij hadden ook voor de regio gezegd, we kunnen hier maximaal 150 tot 200 mensen huisvesten, omdat er simpelweg niet meer bedden zijn die het Rode Kruis kon leveren. Daar hoort ook een pakketje, de eerste hygiënische behoeften, tandenborstel, zeep, een handdoekje en een dekentje. Nou, als je weet dat die mensen uit een warme omgeving komen en dan is een dekentje is hier veel te koud. Dus al heel snel hebben we gezegd, er moet meer komen. De gemeente waar ze voor ons waren geweest, had ze allemaal een slaapzak meegegeven. Een aantal hebben die meegenomen en een aantal heeft het ook laten liggen. Ja. Dus je ziet dat elke gemeente ook probeert daar zelf weer in te acteren. En wij waren een van de eerste, dus het was ook heel veel uitproberen.
En je zou zeggen, als je het nog een keer mocht doen, dan zou je heel veel dingen anders doen. Want zou je het nog een keer willen doen? De vraag is wielen. In principe hoop je dat het niet nodig is. Nee. Je hoopt eigenlijk dat de mensen die aankomen, dat die direct in een noodopvang en dan in een AZC geplaatst kunnen worden. En dat het proces wat mensen doorlopen, dat het ook soepeler en sneller kan gaan. Ik weet niet of de nood nog steeds zo hoog is. Links en rechts hoor ik het wel. Er is laatst worden toch aan gemeentes in de regio ook weer gevraagd. Kun je nog wat voor ons betekenen? Ja. Maar geen directe vraag aan de gemeente Waterland? De vragen worden altijd via de veiligheidsregio's gesteld. En daar hoort ook gemeente Waterland. We hebben met een aantal gemeentes hebben dus die crisisopvang gedaan. En een aantal gemeentes in onze regio helaas nog niet. Kan nog komen, zeg ik. Want ik moet zeggen, wij hebben zulke mooie ervaringen. Dat je ook ziet dat angst eigenlijk kan weggenomen worden. Zorgen kunnen weggenomen worden. En misschien helpt het ook andere gemeentes daarmee over de streep. Bent u van plan om ook de bevolking te vragen om mee te denken over het asielbeleid? Sowieso. Ik vind het heel belangrijk om te horen wat mensen willen. Heel vaak zag je dus dat de mensen die tegen waren, die kwamen naar de bijeenkomsten toe. Die waren er ook in Waterland. Dus het was bij onze inloopavond niet zo dat iedereen een warm voorstander was. Nee. Wat er wel gebeurde is iets gekanteld, zeg maar. Want we merkten dat er toch heel veel zorg was. Dat mensen echt wilden dat de plenaire toch uitleg gegeven zou worden. Ja. Het was niet de bedoeling. En uiteindelijk heb ik daar wel voor gekozen om toch die uitleg te geven. En daardoor hebben we ook mensen meegekregen die eigenlijk tegen waren. Die hebben gezegd, oké, laten we het proberen. We kijken wat er van komt. We hebben in principe toezeggingen dat als zaken niet goed gaan lopen, dat we mogen ingrijpen. En dat we de burgemeester mogen bellen, zelfs als nodig is. Dus wat dat betreft denk ik ook dat er een stuk zorg weggenomen is. En je zag een kanteling komen dat mensen zoiets hadden van, dit kunnen wij. Als Waterland kunnen wij dat, we zijn er klaar voor. We zijn een warm volk, als ik dat zo mag zeggen. Dat hebben ze ook bewezen, dat vind ik wel heel mooi. U heeft nog geëvalueerd met de bevolking. Klopt. Wat is daar uitgekomen? De evaluatie is veel meer gegaan over wat moet er beter in de opvang. Okay. Dan dat het evaluatie was van het is slecht geweest of het is niet goed geweest. Het mooie is, ik was twee weken later was ik bij de kap en die zei, ja, u heeft het druk met de opvang. Hè? En dan zeg ik, nou, ze zijn al 2 weken weg. Dus er zijn mensen die hebben gewoon helemaal niets van gemerkt. En het is ook, want het waren maar 150 mensen. Ik bedoel, Monnikendam telt al 10.000, 11.000 inwoners. Dus het zijn niet veel mensen. En ze zijn ook niet eng, het zijn gewoon warme mensen. En dat is ook het hele mooie. Door de berichten die de vrijwilligers hebben neergezet, door de berichtgeving van Omroep PIM, hebben die mensen ook een gezicht gekregen. De mensen hebben een verhaal kunnen vertellen hier en daar. Ja, en dan zie je ook dat de warmte veel natuurlijker komt. Heeft u nog tips voor andere burgemeesters? Nou, het is best spannend. De eerste keer ook dat je zo'n inloopavond doet. Ik moet zeggen dat ik ook best wel spanning in mijn maag had van, hoe gaat dat? Wij waren de eerste in boven het Noordzeekanaal, zeg maar, die crisisopvang aanbood. Dus je weet niet wat je kunt verwachten. Dus het was best spannend. En tegelijkertijd heb ik geleerd dat juist door met mensen in gesprek te gaan over de zorgen die ze hebben, om te kijken van en hoe kunnen we dat nu wegnemen, dat je heel veel ook zeg maar natuurlijk weghaalt. Ja. Mensen kunnen elkaar helpen. Als de een zegt, ik maak me hierover ongerust, dan kan een ander misschien bijstaan door te zeggen, ja, maar als we het nou anders aanpakken. Dus luister ook. Luister vooral naar je bevolking. Geef ze ook de ruimte. Dat heb ik ook geleerd. Die vrijwilligers, het zijn geweldige mensen. En wie zijn wij om te zeggen, zo zou het moeten? Ja. Laat het ook gebeuren. De mensen zijn niet gevangen. Mensen zijn ook vrij. Als ze weg willen, ook uit die opvanglocatie, mochten ze ook weg. Ja, natuurlijk. Ook als ze zeggen, we willen hier niet blijven. Iedereen is vrij om te gaan. Ja. En we hebben ook die angst van, ze mogen niet te veel onder de bevolking komen, want ze moeten binnenkort weer weg. Dat is allemaal ongegrond geweest. Het is juist heel mooi om die samenhang te zien, om die binding te zien. Ik weet dat er nog steeds mensen zijn die warme relatie hebben met de mensen die we hier hebben opgevangen. En dat vind ik wel heel bijzonder. Want ze zijn nu 5 jaar weg. Ze zitten op dit moment in Nijmegen. Ja. Dus we houden, dat is toch iets. Het zijn toch een beetje onze mensen geworden. Ze zijn een klein tijdje onze inwoners geweest. Dus we zijn toch wel een beetje bezorgd over van wat gebeurt er nu in het vervolgproces. En ik weet, een aantal mensen hebben warme lijnen. Dus we weten dat ze nu in Nijmegen zitten. Ja. Ja. Nu gaat ze niet in huis nemen? Ik moet zeggen dat ik heb er zelf ook geen moeite mee.
Dus, maar wat is in huis nemen? Is het verstandig of niet? De mensen die ik heb ontmoet, die ik heb gesproken, we hoeven daar geen angst voor te hebben. Nee. En ik denk dat dat misschien wel een hele belangrijke boodschap is. Stel je open, zoals je zelf ook behandeld zou willen worden als jij in een vreemd land terecht kwam. En doe het op die manier. Ook trouwen kan in Waterland.